We zijn hier vandaag bij Recreatieoord Waranden in Oosterhout. En we zijn hier bezig met een borstschalcursus. Deze cursus is echt voor alle leeftijden, alle niveaus. En de een komt omdat hij gewoon borstschal wil leren. De andere gaat een triathlon doen. Hele diverse mensen. En dat maakt het ook juist zo leuk. Maar ze willen uiteindelijk één ding. Dat is goed borstschal zwemmen. We zijn gestart met het programma omdat er echt een vraag lag naar het volwassen zwemles. En dan met name in het borstschal. Het zwemmen is ook echt een heel belangrijk en fijne sport voor de wat oudere mensen. En daarin zien we dat er vraag naar was om op oudere leeftijd toch nog wat dingen te leren. En dat kan in het zwembad ideaal. Zwemmen is heel makkelijk instappen. Je wordt in het water gewichtloos, wat maakt dat het relatief een lage drempel is om het zwembad in te gaan. Nou, dat zorgt ervoor dat we het product ook toegankelijk willen maken voor een revalidatiecentrum. Die koppeling zouden we dus echt goed kunnen maken met het stukje zorg. En daar zien wij echt wel toekomst in en die binding zouden we heel graag willen creëren. Ik merk dat ik het zo leuk vind dat ik misschien hier wel wat vaker en meer in wil gaan doen. Maar de tijd zal het uitwijzen wat het gaat worden. Uiteindelijk gaat het twee kanten op. Hè. Het ene stukje is dat sport ervoor zorgt dat er minder zorg nodig is. Nou, daar kan zwemmen een heel goede bijdrage bij leveren, omdat je dat nog op zo'n lange termijn kan blijven doen. Aan de andere kant is die samenwerking belangrijk, omdat wij in het zwembad ontzettend veel dingen kunnen doen. En de stap in het water maakt het allemaal gemakkelijker om te bewegen.